Deze open kerkdienst. Iedereen die hier iets hoort, ook op de camping verderop, wees welkom. De luisteraars thuis en de gasten verder hier aanwezig, ook welkom. Als het goed is, heb je een liturgie ontvangen van Olga en van Nienke. Mijn naam is Jannie Dijkshoorn. Fijn dat we op het terrein van Camping Baulus deze jeugddienst kunnen vieren. De jeugdband zorgt voor muziek en zang en deze jeugdband bestaat uit Ruben, Sam, Letitia, Emil en Eva. Fijn dat jullie er zijn. Adam van Buren spreekt met ons over de kracht van dankbaarheid. Dat is zijn thema. Welkom Adam. De kleine kinderen gaan naar hun eigen kerk, maar die zijn al erheen, zie ik. De collecte is vandaag voor Stichting Vrienden. Nee, ze zijn er nog. Oh, ik zie nog wat, ja. Ik zie Daan zitten. De stichting Vrienden voor Ipsen van de Brugge. Vrienden van Ipsen de Brugge, daar is de collecte voor. Deze stichting ondersteunt mensen met een handicap met het leven van hun eigen leven en het meedoen aan onze samenleving in wonen, werken, leren en recreëren. Zie voor verdere informatie de zondagsbrief. Volgende week is het startzondag. Kom en doe mee. Na afloop van deze dienst is er koffie. Marit, Eva zullen samen met Esmeralda zorgen voor de koffie. En ik geef even wat aanwijzingen. Er staan dadelijk, hier in het gebouw is het. Er staan twee deuren open. Als iedereen nou rechts erin loopt, langs de tafel loopt voor de koffie. En dan naar het aanrecht loopt voor de melk, suiker of wat dan ook. En graag het gebouwtje weer uitloopt, zodat we enige afstand bewaren. Dat beveel ik erg aan. Het gebedsteam bestaat vandaag uit Carole Voice en Tom Molenaar. En die bevinden zich naast waar we koffie hebben bij de banner. De bloemen gaan met onze hartelijke groet naar Linda van Zijl als opkikkertje. En de kaars wordt aangestoken door Jolien van Buren. Dankjewel Jolien.
Ik geef de microfoon aan Maria. En daarna zingen we. We zijn gekomen voor een ontmoeting met u. En allemaal een gezegende dienst. Goedemorgen. Vanmorgen heb ik een gesprek met Ruben Pauwen. Onze pianist. Komt erbij. We zijn fijn dat jij er bent. Dat je ons wil begeleiden met de tienerband. Ik ben benieuwd, hoe ben jij de coronatijd doorgekomen? Het was natuurlijk niet heel leuk, want je kon, ik kon niet afspreken met vrienden, je ging naar school, dus je zag eigenlijk niemand. Dus dan zat je maar de hele dag alleen thuis. En voor mij hielp het dan wel veel om muziek te luisteren, want ik had ook, ik had de coronatijd ook twee keer een kamp, een christelijk kamp. En daar werd dan heel veel gezongen, ook onder andere het nummer 1 Doel. En als dat nummer hoorde, maakte me dat dan blij, want dan dacht ik aan dat kamp, wat wel gewoon door kon gaan. En het kamp was gewoon heel leuk. Dus ja, vooral muziek. Ja. Mooi te horen dat je inderdaad het positieve eruit haalt. Zeker als we horen hoe jeugd het niet makkelijk heeft in de coronatijd. En dat geef je ook aan, maar muziek, dat geeft je kracht. Ja. Waar ben je nog meer dankbaar voor? Sowieso dankbaar voor dat het kamp door kon gaan en ook dat je online toch wel dingen van de kerk kon volgen, zeg maar. Dat je toch op de een of andere manier toch wel daar iets mee kon doen. Dus ja. Heel mooi. Nou, een lievelingslied. Je geeft het eigenlijk al aan, maar wat raakt jou zo in het lied wat we nu ook straks met elkaar gaan zingen? Ja, het is gewoon een heel vrolijk nummer en zoals ik al zei, doet me dan denken aan dat kamp. Wat dat maakt gewoon dan heel blij, omdat dat kamp heeft gewoon heel veel positieve energie. Dus ja, dat maakt me heel blij. En het doel, wat is het doel? Wat we zingen. Ja, dat is het doel, ja. Eén doel. Ja. Mooi. Heel hartelijk dank. We gaan genieten van deze dienst, genieten van elkaar. En met elkaar zingen het doel, opwekking 771. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. En wij verlangen met heel ons hart naar meer van u. Het is geweldig dat u hier bent, hier ons loflied is uw troon. Het wezen is alleen op u gericht. Kinderen zijn, daarom vieren wij het leven.
Laten we stil zijn en in stilte naderen tot God. Dank u, Heer, dat we in de stilte bij u kunnen zijn en van alles tegen u konden zeggen. Dat is wat u van ons vraagt, dat we tijd doorbrengen met u. En dat willen we deze dienst doen. We danken u dat u erbij bent en ons niet loslaat. We danken u voor uw genade en uw vrede. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Het thema van vanochtend is de kracht van dankbaarheid. We hebben echt veel om dankbaar voor te zijn. God wil ons van alles geven. Er staan heel veel beloften in de Bijbel. Hij geeft ons zijn liefde, zijn vrede, zijn rust. In Psalm 36, vers 6 tot 10, in de Bijbel in gewone taal, lezen we daarover het volgende. Heer, uw liefde is zo groot als de wereld. Uw trouw zo hoog als de hemel. Uw goedheid is hoger dan de hoogste bergen en dieper dan de diepste zee. Heer, u zorgt voor alle mensen en dieren. God, uw liefde is een kostbaar geschenk. Alle mensen zijn veilig bij u. U geeft ze te eten, u geeft ze te drinken. Meer dan genoeg, u maakt ze gelukkig. Van u komt het leven, van u komt het licht. En daarom past het volgende lied dat we met de jeugdband zingen ook zo mooi. Als we alle gaven van God willen ontvangen, dan moeten we dicht bij God leven en ons aan Hem overgeven. Laten we daarom dit lied biddend zingen. De kracht van uw liefde. Neem mij met verander mij.
Laten we met elkaar bidden. Heer, dank u wel voor de mooie liederen die we al hebben gezongen. Dank voor de jeugdband die de liederen speelt en zingt. We zongen, we zijn gekomen voor een ontmoeting met u. En we verlangen met heel ons hart naar meer van u. Dat willen we in dit gebed ook uitspreken. Heer, u bent welkom hier. En we komen tot u om uw liefde, uw vrede en uw geest te ervaren. We zongen ook dat we gedragen zijn door uw geest. En wilt u geven dat we dat zo mogen ervaren. We bidden dat we uw nabijheid mogen voelen. Dat u ons inspireert. Dat de woorden uit de Bijbel en die van de overdenking, de woorden die Adam zal spreken, ons hart raken. Wilt u Adam leiden door uw Heilige Geest, dat het uw woorden mogen zijn die hij spreekt. Heer, dat bidden we ook voor de leiding en de kinderen, als zij straks naar hun eigen samenkomst gaan. Wilt u bij de leiding en de kinderen zijn, bij ons allen, en ons in deze samenkomst dichter bij u brengen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu het kinderlied zingen. Dat is opwekking 77. God kent jou vanaf het begin. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst. En daarna zal Susanne van Woerden de Bijbellezing doen. En dan volgen we verder de liturgie zonder verdere aankondiging. Vers 4 tot 14. Wees blij. Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg het nog eens. Wees altijd blij. Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed, de Heer is dicht bij ons. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Het is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus. Vergeet mijn lessen niet. Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten houden. Hou je bezig met alles wat waar is. Alles wat respect verdient. Alles wat goed is en zuiver. Alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort, doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt. Hou je aan alles wat ik jullie geleerd heb. Doe alles wat ik jullie verteld heb en wat ik aan jullie heb laten zien. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Paulus is altijd tevreden. Ik ben erg blij dat wij bij elkaar horen door ons geloof in de Heer. Want jullie hulp aan mij laat zien dat jullie aan me denken. Ik wist natuurlijk al lang dat jullie aan me denken, maar nu hebben jullie eindelijk de kans gekregen om dat ook te bewijzen. Ik wil niet klagen dat ik het zo moeilijk heb, want ik heb geleerd om in alle situaties tevreden te zijn. Ik weet hoe het is om arm te zijn en ik weet hoe het is om rijk te zijn. Ik heb alle situaties meegemaakt. Soms had ik veel te eten en soms had ik honger.
Soms was ik rijk en soms had ik helemaal niets. Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft. Toch was het heel goed van jullie om mij te helpen in mijn moeilijke situatie. Zonnetje al een beetje door, dus dat is lekker. En ik zag de koeien ook mee genieten. Ik weet niet, hij stond te loeien, dus ik weet niet of hij het mee eens was. Wat hij hoorde. Maar het is wel echt Maasland zo. Tussen de koeien, kerkdienst. Ik zal me even voorstellen, ik ben Adam van Buren. Ik ben ondertussen 28. Een paar jaar geleden dat ik hier ook sprak, dat was wel binnen. Ook bij de tienerdienst. We zijn net als de vorige keer ook weer wat ouderen dan alleen de tieners, zie ik. Maar dat is helemaal goed. Want ik denk dat het onderwerp van vandaag, dat het ook zeker iets minder jongeren aan zal spreken. Dus ook al ben je geen tiener meer, misschien voel je nog wel zo, luister goed. En kijk wat je er aan hebt voor in het dagelijks leven. Ik zal nog iets verder voorstellen. Ik ben vorig jaar getrouwd met Lisanne. Die zit hier ook ergens tussen, maar ik zal ze niet vragen om op te staan, want dat vindt ze niet leuk.
En het grappige is dat we zijn hier aan de overkant van de sloot getrouwd op de boerderij, 19 september. En toen zijn we ook nog hier op Baulis geweest. We hebben hier nog foto's gemaakt waar jullie allemaal zitten. Het is wel leuk om hier, hier weer terug te zijn. En we gaan het vandaag hebben over dankbaarheid, dat ik denk al gezien, en wat de kracht daarvan is. Ik denk dat dankbaarheid iets heel bijzonders is. En dat, dat het heel belangrijk is om in je leven toe te passen. Waar ik mee wil beginnen is, wat is dankbaarheid eigenlijk? Want ik ging het opzoeken in het woordenboek. Nou, ik thuis geen, volgens mij niet eens een echt woordenboek meer. Maar ik heb het online opgezocht in wat meerdere soorten woordenboeken. Maar eigenlijk was het niet helemaal duidelijk wat nou de betekenis van dankbaarheid is. Er stonden, de enige synoniem die ik kon vinden was erkentelijkheid. Maar er worden misschien niet gelijk helemaal veel wijzer van. Dus misschien kunnen jullie mij helpen. Wie weet wat dankbaarheid is? Blij zijn om wat er gebeurt, ja. Zeker. Nog iemand? Genoegen nemen met wat je hebt. Genoegen nemen met wat je hebt, ja. Kijken naar wat je hebt, ja. Nog eentje? Tevreden. Tevreden zijn, ja. Ik heb ook een paar dingen opgeschreven en het komt wel overeen. Blij dat iemand iets voor je gedaan heeft bijvoorbeeld. Daar kan je dankbaar voor zijn. Blij zijn met wat je hebt. Blij zijn dat je iets gekregen hebt. Of iets dat voldoening geeft. Nou, tevreden zijn, heel goed. En wat staat er eigenlijk in de Bijbel over dankbaarheid? Want het wordt zeker een aantal keer genoemd in de Bijbel. Daar gaan we wat teksten ga ik naar voren halen. Dit is net als een stuk in de Bijbel, in de Bijbellezing over Filippenzen. Filippenzen 4, vers 4 tot 14. En er staat, dat is geschreven door Paulus. Er staan een aantal mooie, mooie lessen in van Paulus. En het stukje wat ik eruit wil lichten is vers 6 en 7. Daar zegt Paulus: dank hem altijd, dan zal hij je vrede geven. Een vrede die geen mens kent. Die vrede zal jullie gevoel en gedachten beschermen. Nou, hier zegt Paulus dus, dank hem altijd. Dus het maakt niet uit in wat voor wat er gaande is in je leven. Maar altijd, dat je hem altijd mag danken. Eigenlijk zegt, dat lijkt wel een opdracht. En dan zal hij je vrede geven, zal God je vrede geven. En zelfs een vrede die geen mens eigenlijk kent, die je zal beschermen, je gevoel en je gedachten. Dat is wel heel bijzonder, dat dankbaarheid blijkbaar zo'n kracht in zich heeft, dat je vrede hebt. En ik denk dat we vaak ook op zoek zijn naar vrede in ons leven. Echte vrede die ons echt rust geeft. En Paulus zie je ook verder in Filippenzen, wat we net gelezen hebben, dat hij echt een dankbaar man is. Dus in de laatste verse zagen we dat hij allerlei goede, maar ook moeilijke situaties heeft meegemaakt. Maar dat hij heel dankbaar is. Hij komt heel dankbaar en tevreden over. En in 1 Thessalonicense 5, daar zegt dus wederom Paulus, vers 16 tot 18. Daar zegt Paulus: wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent, met Christus Jezus verlangt. Dus hier zegt Paulus weer, dank hem en onder alle omstandigheden. Dus of het nou goed gaat, of het minder goed gaat in je leven, als er moeilijke dingen zijn, dank hem altijd. Hier ga ik straks nog wat verder op in, op die moeilijke omstandigheden. Dan heb ik nog een tekst, en die is wederom door Paulus geschreven. Dus het gaat vandaag heel veel over Paulus. En dat is Colossenzen 2 vers 7. Daar staat, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Dus Paulus zegt, dank hem altijd, in elke omstandigheid, maar wees er ook mee vervuld. Dus laat je helemaal mee vervullen. En we hadden net kwam het al naar voren in het gebed. God heeft ons zoveel gegeven, heel veel, maar ik denk dat we dat meestal niet zien. Dus dat we in de maatschappij leven waar we eigenlijk vaak gericht zijn op dingen die we nog niet hebben. Of dingen die er beter kunnen. Dingen die niet goed gaan. We zien ook veel, denk ik, ellende om ons heen. Op tv. Op ons telefoon kunnen we tegenwoordig alles gelijk lezen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we juist
leren omdraaien. Dus dat we leren om te kijken naar wat we wel hebben, waar we dankbaar mogen zijn. En dat we eigenlijk even een andere bril op moeten zetten. Ik wilde eigenlijk nog een zonnebril mee, maar ik ben het vergeten. Maar probeer je zonnebril of een andere bril te zetten, dat je met andere ogen kijkt naar wat je zelf hebt. Met dankbare ogen. Kijk, voorbeelden zijn bijvoorbeeld, nou, het is slecht weer, dus wat een rotdag. Of ik heb geen zin om naar school te gaan. Het zal vast herkenbaar zijn, dat had ik ook niet zo vaak vroeger. Of dat je geen zin hebt in werk. Nou, dat is er. Dat hoort helaas ook wel eens bij, dat je geen zin hebt. Maar we kunnen ook kijken naar, dank u wel dat ik wel naar school kan gaan. Want dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn ook heel veel mensen die helemaal niet naar school kunnen gaan. Of geen werk hebben. Dus je kan het proberen om te draaien. En dan ga je het heel anders beleven. Dan word je ook een stuk vrolijker. Waar ik nu benieuwd naar ben, is waar jullie dankbaar voor zijn. Dus wie heeft er wat waar hij dankbaar voor is? Ja, dat we buiten kunnen zitten met dit weer. Iemand van de jongeren? Dat we muziek kunnen maken. Dat we muziek kunnen maken, ja. Ja, muziek is heel mooi iets om van te genieten en om voor God te zingen. Nog iemand anders van de jongeren? Ja, ik weet maar een paar namen, dan wordt het al gauw. Eva, weet jij iets? Ja, dat we met z'n allen zo bij elkaar mogen zijn. Ja, zeker mooi dat we dat weer kunnen na, ja. Na toch wel 2 of 1,5 jaar die anders zijn verlopen dan anders. Ik zag nog iemand van de ouderen zijn vinger opsteken. Gezondheid. Ja, dat is een hele mooie. Ja. Soms zijn we ook ziek. En als we gezond zijn, dan beseffen we eigenlijk niet hoe mooi dat eigenlijk is. En dat is ook iets om heel dankbaar voor te zijn. Dat als je gezond bent, dat is eigenlijk een hele grote zegen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Heel goed. Dan wil ik iets met jullie delen vanuit mijn werk. In mijn dagelijks leven help ik mensen met hun gezondheid. En laat nou net dankbaarheid heel goed voor je gezondheid zijn. En ik geef ook vaak mensen de opdracht om te leren, te kijken naar waar ze dankbaar voor zijn. En jullie gaan daar straks ook huiswerk van krijgen, dus bereid je maar vast voor. Als eerste verhoogt dankbaarheid een hormoon in je bloed. En dat hormoon heet DHEA. Nou, voor degene die het echt willen weten, zal ik de volledige naam uitspreken. Dat is dehydroepiandrosteron. Nou, vandaar dat voornamelijk de afkorting wordt gebruikt. En dit hormoon, als dit omhoog gaat, doordat je dankbaar bent, dan gaat je stresshormoon die gaat omlaag. Dus een stresshormoon, cortisol, dat weten denk ik wel meer mensen, die is wat bekender. Die wordt omlaag gebracht doordat je dankbaar bent. Dus dankbaarheid zorgt ervoor dat je in het dagelijks leven beter met stress om kan gaan. En dat je er minder last van hebt, dat je er minder lichamelijke klachten aan overhoudt. En daarnaast zorgt DHEA ervoor dat je minder snel ziek wordt. Dus ook dankbaarheid beschermt je eigenlijk tegen ziekte. DHEA zorgt er ook voor dat je langer jong blijft. Dus voor de jongeren hier, als jullie niet zo snel oud willen worden, leer om dankbaar te zijn. En voor de ouderen die niet nog ouder willen worden, te laat. Leer om dankbaar te zijn. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat dankbare mensen beter slapen. Dat dankbare mensen over het algemeen minder agressief zijn. En dat ze beter in hun vel zitten. Minder snel depressief zijn. Dus eigenlijk is dankbaarheid, dat is het mooie vind ik vaak, dan staat er vaak een opdracht of iets in de Bijbel wat God aan ons heeft gegeven. Dat dus ook later uit onderzoeken blijkt dat dus ook heel goed voor je is. Dus in de Bijbel zitten ook heel veel belangrijke levenslessen. En als je die leert, dan loop je soms gewoon voor op de
onderzoeken die in de wereld zijn. Dan wil ik het wel over hebben over het vernieuwen van je denken. Dat gaan we straks koppelen aan dankbaarheid. Maar het is heel belangrijk, in de Bijbel zegt God dat je je denken moet leren vernieuwen. Hier staat een stukje in Romeinen 2 vers 12, of 12 vers 2, die ga ik voorlezen. Er staat, jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leven als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat hij wil is goed, mooi en volmaakt. Dus hier staat dat we op een nieuwe manier mogen gaan leren denken. Maar ja, hoe doe je dat dan? Want vaak denken we, die gedachten die krijg je toch binnen. Wat kan ik daar nou aan doen? Nou, je kan echt je gedachten beïnvloeden. Allereerst, de Heilige Geest kan je denken vernieuwen. Maar je kan daar dus ook zelf aan werken. En dankbaarheid is een manier om je denken te vernieuwen. Eigenlijk dat je een dankbaarheid helpt je om, zoals dat tegenwoordig hip heet, een positieve mindset te krijgen. Dus dat je positiever naar dingen gaat kijken, dat je minder negatieve gedachten in je hoofd krijgt. Maar dit is niet makkelijk. En dat zal je niet ineens van de ene op de andere dag zal je dat kunnen en heb je dat onder de knie. Dat is een proces. Dus probeer daarmee te oefenen. Probeer daar constant aan te werken. En in Filippenzen 4 vers 8, dat hebben we net ook gelezen in de Bijbellezing, zegt Paulus ook dat we bezig moeten zijn met het goede. Als je bezig bent met het goede, dat je dan, als je er daarop richt, dan ga je daar ook aan denken. En als je dus richt op het goede, dan ga je minder snel negatief denken. En dat is dus ook met dankbaarheid. Dus als je richt op dankbaarheid, dan ga je minder snel je focussen op de dingen die niet goed gaan. Of de dingen die tegenzitten in het leven. En we hadden het er net al was het even naar voren gekomen, maar het is ook belangrijk om God dus te danken in moeilijke tijden. Kijk, als alles lekker en goed gaat en je haalt goede cijfers op school, het is leuk thuis, je hebt het naar je zin, je hebt veel leuke vrienden, dan is het altijd veel makkelijker om God te danken. Maar soms gaat het ook even wat minder, zoals Ruben, als waar het net over ging, over vorig jaar met corona, waar we deels nog steeds in zitten, dat je ineens niet meer naar school kan. Je niet meer kan sporten, dat je vrienden niet meer zoveel ziet. Ja, dat is echt wel een mindere tijd. Denk ik dat iedereen dat wel kan beamen. Maar ook dan is het belangrijk dat we dus leren om God te danken. Dus niet alleen als het dus allemaal goed gaat. Nou, een voorbeeld in de Bijbel is, zijn Paulus en Silas die in de gevangenis zaten in Handelingen 16. Nou, Paulus en Silas die waren op reis. En ze hebben mensen daar bekeerd, ze hebben mensen gedoopt, ze hebben goede dingen gedaan voor God. En toch werden ze opgepakt, werden ze geslagen, ze kregen stokslagen, ze werden in de gevangenis gegooid. Zelfs in het best bewaakte deel. En ze kregen een zwaar blok hout aan hun voeten. Nou, ik kan je voorstellen als je zulke mooie en goede werk hebt gedaan voor God, dat het niet echt heel erg een leuke beloning is als je dan vervolgens zo in de gevangenis terechtkomt. En toch kiezen Paulus en Silas ervoor om God te danken. Ook al zitten ze in die omstandigheden, misschien als je het in kan beelden, misschien is het wel heel moeilijk om dat voor te stellen, maar als je zo in de gevangenis zit en veel slechter kan het denk ik niet, kiezen ze er toch voor om God te danken en voor hem te zingen. En wat er gebeurde was dat een aardbeving volgde. En dat er eigenlijk dus een wonder gebeurde. En dat ze uiteindelijk werden ze vrijgelaten. Tussendoor hebben ze nog even een bewaker bekeerd. En als je dankbaar leert zijn, dan gaan er denk ik mooie dingen gebeuren, want dan ga je ook veel meer ontdekken wat mooi is in het leven. Dus dat is echt, daarom wil ik jullie huiswerk daarvoor meegeven. Want je kan dankbaarheid dus leren, je kan ermee oefenen. En dat is net als met fietsen, dat lukt je niet even zomaar in één dag, dat duurt een tijdje. En wat jullie mogen
gaan doen. En dat geldt dus niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de ouderen. Ik wil jullie de opdracht geven om elke dag 3 dingen op te schrijven. Dat mag 's ochtends, mag 's avonds, mag ook beide. Waar je dankbaar voor bent die dag. En zorg dat dat ook verschillende dingen zijn. Dus dat je niet elke dag even standaard dezelfde 3 dingen opschrijven. Maar schrijf elke dag 3 nieuwe dingen op waar je dankbaar voor bent. Dus onthoud dit goed. En ga ermee aan de slag. En je zal zien dat je op een hele andere manier naar dingen gaat kijken in het leven. En dat je, dat je positiever wordt. Dat wil ik jullie meegeven. Dus ga aan de slag. Dus je krijgt niet alleen op school huiswerk, maar ook hier helaas. Maar dit is wel, denk ik, een soort huiswerk waar je echt heel veel aan gaat hebben. Op school misschien ook, maar... Dus van harte aanbevolen. En voor nu amen. We gaan zingen het volgende lied. Dus de band mag weer naar voren komen. Opwekking 825.
wij zijn al even terug. Ik heb het verhaal verteld van de barmhartige Samaritaan. Was natuurlijk al een beetje bekend, maar niet voor alle kinderen. Daarom heb ik dat ook gepakt. En heb natuurlijk een praatje nagemaakt van hoe zou jij doen? Nou, wees gerust, als je in deze omgeving een ongeluk krijgt, niemand laat je liggen. Iedereen zegt, ik help dan. Nou, geweldig toch? Niet te hopen natuurlijk, maar... En wat ze dan ook in het leven willen helpen. En ze weten dat God dat ook graag wil. Daar hadden we ook natuurlijk bij betrokken. Nou, dus eenzame mensen opzoeken. Opkomen voor iemand op school. Het gebeurt wel dat kinderen gepest worden. Maar zij komen dan voor die kinderen op. Nou, dat belooft wat. Samenwerken met elkaar. Niet jaloers zijn. Iemand iets gunnen. Oh, dit is privé. Helpen, aardigheid, aardig zijn en liefde. Ja, het is heel veel helpen, maar dat kwam ook wel door het verhaal, denk ik. Plagen mag, maar pesten niet. Ik heb er ook eentje geschreven. Dus plagen, dat is geoorloofd, maar pesten niet. Ja, het is een verschil. Het moet leuk blijven. Nou, dat was het. Dan gaan we weer zitten. Ja, de kleine kinderen die hadden ook nog handen getekend en daar konden ze mee vechten, maar ze konden er ook mee bidden en anderen helpen. En ze tekenden ook nog een koe, Boas, want ja, God heeft ook de koeien heel mooi gemaakt en daar zijn we heel blij mee, hè? We zullen nu met elkaar danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, we willen u allereerst danken voor dit prachtige weer. Dat we hier zo buiten u de lof en eer kunnen geven. Met de tienerband die van die prachtige liederen zingt. Die enthousiast zijn voor de gastvrijheid van Wil en Querien dat we hier kunnen zijn. We zijn dankbaar dat we op u mogen vertrouwen dat u altijd bij ons bent. We willen ook danken voor de gemeenteactiviteiten die weer gaan beginnen. Voor de koffiehalte in SV Maasland. Waar iedereen zomaar binnen kan lopen. Een luisterend oor. Even een bakje koffie, soms gewoon een bakje troost. Maar ook de blijheid delen met elkaar. Wat een zegen. Wil ons zo ook zegenen met elkaar. Het nieuwe seizoen. In het bijzonder willen we ook bidden voor de zieken. Voor de herstellenden en voor hun gezinnen. We denken aan Linda van Zijl. Regina Poot. Anke van Leeuwen. Jannie Heijnen. Piet Buitelaar. Maar we danken ook voor Jos Dijkshoorn. Dat ze na een periode van revalideren... Revalideren in het Marnix weer thuis is gekomen. We willen ook bidden voor het Hollandhuis in Roemenië, waar al zo lang aan gebouwd is, wat nu klaar is, en we bidden voor goede en eerlijke afspraken met de provincie, zodat het bewoond kan worden, dat er mensen kunnen wonen die die schuilplaats keihard nodig hebben. We danken het bijzonder ook voor de jongeren, maar we willen ze ook bij u brengen als ze zich eenzaam voelen of als ze verslaafd zijn. Voor de jeugd die soms minder hoop heeft, minder gelukkig is en somberder. Mogen ze weten dat de ware vreugde dat u dat bent en dat ze je mogen ontmoeten. Zoals Ruben ook zei op die christelijke kampen waar je mag zingen van u en waar je elkaar mag opbouwen. Mogen die momenten er zijn voor jongeren. We willen zo bidden voor relaties. Mogen mensen elkaar vinden in relaties en daar waar relaties stuk zijn gegaan, wilt u herstellen. Wilt u troosten? Zo zijn we dankbaar voor iedere zegening die u geeft. Dat u van ons houdt en dat de Heer Jezus Christus u geschonken heeft aan ons. Dat we allemaal geliefd zijn in u. Mogen we zo verder deze dag genieten van en met elkaar. En we danken u voor alles wat u ons geeft. Amen. Wordt alles nieuw.
Ik wil jullie de zegen meegeven uit nummer 6. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Een goede week gewenst. Amen. Amen. Er is natuurlijk koffie voor iedereen of iets anders te drinken hier onderop in Hooiberg. En gebedsteam voor wie graag wil.
Nou, ja, dat was denk ik nog wel. Ja.